eerste wat opvalt wanneer je in een woning binnenkomt, het is toch wel de trap. Maar als men iets wil renoveren in een woning, dan wordt het toch wel snel gekozen voor de woonkamer of de keuken. Maar vandaag gaan we toch echt aandacht besteden aan die trap, want ik ben bij de VOU Woning en Projectinrichting. Hoi Karin. Hey Iris. Hallo. Hallo. Karin, vertel, wanneer wordt het tijd om je trap in een nieuw jasje te steken? Wanneer een trap beschadigd is of versleten is. Of als men een nieuwe trap heeft, zoals in een nieuwbouwhuis. Of gewoon wanneer men het zat is. En mensen willen toch iets wat lang meegaat tegenwoordig en wat een luxueuze uitstraling heeft. Vandaar kiezen men gewoon van een harde trappenkleding. En wat is nou populaire trappenkleding op dit moment? Nou, ik denk dat ik het beste kan laten zien. Dus kom even mee. Oké. Nou Iris, ik wil je laten zien wat de meest populaire trappenkleding op dit moment is. Dit zijn de eikenhouten trappenkleding. En door verschillende olies en behandelingen is die verkrijgbaar in heel veel kleuren. Naast hout is er ook laminaat, PVC en HPL. En er zijn er natuurlijk verschillende soorten trappen. Maakt dat nog wat uit qua bekleding? Nee, in de meeste woonhuizen is de open en dichte trap te vinden. En in beide gevallen kan de trappenkleding geplaatst worden. Bij de open trap zijn er meer keuzes, maar alles is mogelijk. Bij een speeltrap is dat wel echt anders. Dan moeten hele treden vervangen worden. Dus in feite, elk trapje kan in een nieuw jasje gestoken worden, maar wel op andere manieren. En is het dan ook nog mogelijk om je trap een beetje op te leuken? De meest populaire accessoires op dit moment is de LED-verlichting. Dit maakt het niet alleen maar mooier, maar het heeft ook een meerwaarde, zoals uit veiligheidsoogpunt en kostenbesparend. Nou Karin, dankjewel voor je informatie. En het wordt denk ik eens tijd dat we de trap wat meer voorrang geven, hè? Ja, uiteraard.